Mirjam Bekkerstoop, directeur Stichting Open Mind, initiatiefnemer van Open Over Depressiviteit. Een project waarin we met 30 jongvolwassenen mentale gezondheid beter bespreekbaar willen maken. Zij hebben hun verhaal gedaan en zij hebben ons verteld hoe zij depressiviteit ervaren hebben, hoe zij ermee hebben leren omgaan en wat hun omgeving daarin kan betekenen. En met die tentoonstelling reizen wij rond door Nederland en zijn nu in Middelburg aangekomen. Heel erg blij met de samenwerking zijn we met HZ University, met GGD Zeeland, de gemeente Middelburg en Zeeland zonder zelfmoord. Ik geef nu graag het woord aan Lola, dat is mijn dochter en een van de geportretteerden. Dank jullie wel. Hoi, ik ben Lola, een van de geportretteerden. Depressie is soms een enorm heftig gevecht. Ik wil Middelburg daarom bedanken voor de warme ontvangst. Ik hoop dat onze verhalen steun geven en depressie makkelijker bespreekbaar te maken. Daarom graag bied ik de wethouder onze fotokrant aan. Nou, alsjeblieft. Beste jongeren, beste jongvolwassenen. Vandaag vragen we aandacht voor een prachtige tentoonstelling in de open lucht. Dus dat sluit helemaal aan bij de tijd waarin we nu leven. Prachtige foto's en verhalen van jongeren, die ervaringsdeskundigen die jullie raken. En dan gaat het over het thema, nou ja, gewoon de zorg, de eenzaamheid, depressies. En dat in deze tijd is heel belangrijk. Het bespreekbaar maken van de mentale kwetsbaarheid onder jongeren, dat vraagt onze gezamenlijke aandacht en inzet. Het is lastig om dit op de agenda te zetten. En het vraagt lef om deze sluimerende problematiek gezamenlijk aan te pakken. Laat dat kraakhelder zijn. Als maatschappij dragen wij ook in deze moeilijke tijden, juist in deze bijzondere tijden, samen de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor onze jeugdigen en jongvolwassenen. En ik ben daarom heel erg blij dat door de inzet van de samenwerkende partijen, de HZ University of Applied Sciences, de GGD Zeeland, Zeeland zonder zelfmoord, Stichting Open Mind en de gemeente Middelburg, het thema rond deze mentale gezondheid dat juist in deze tijd zo zichtbaar is gemaakt in deze openbare ruimte. Het gezegde, voorkomen is beter dan genezen, dat kennen we allemaal. En dat is heel erg makkelijk gezegd. Maar om de mentale kwetsbaarheid onder de jongeren echt aan te pakken, is het van groot belang om er vanaf het prille begin aandacht voor te hebben. En samen met onze zorgpartners en onze inwoners willen wij als gemeente werken aan een gezonder Middelburg. We zijn hiertoe gestart met het Lokaal Preventieakkoord Middelburg. In dit lokale preventieakkoord worden verbindingen gelegd tussen verschillende initiatiefnemers. Samen met andere partijen proberen we ons sterk te maken op de volgende op thema's als roken, maar dan vooral minder of niet roken. Terugdringen van problematisch alcoholgebruik, gezond gewicht, fysieke leefomgeving en tot slot, ook heel belangrijk, mentale gezondheid. Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een breed steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn. Het pakket is onder meer gericht op onze jongeren en kwetsbare groepen in de samenleving. En een groot deel van deze financiële middelen gaat via de gemeente naar uitbreiding van lokale initiatieven. Ik ben blij dat we door de inzet van deze lokaal ontvangen rijksmiddelen deze belangrijke en indringende tentoonstelling in de buitenlucht van onze prachtige provinciehoofdstad aan onze inwoners, maar zeker ook aan anderen kunnen laten zien. Ik nodig jullie, iedereen, van harte uit om wandelend over het Noordbolwerk de indringende verhalen over depressiviteit van de dappere 30 jongen tot u te nemen. U kunt daar natuurlijk bij ook gebruik maken van het ommetje. En dat is prima te combineren met deze tentoonstelling. Het vraagt echt lef om je diepste en donkerste gevoelens zo open en eerlijk op een billboard te delen. Hoe is het voor onze jongeren om je somber te voelen? Waarom voelen ze zich eenzaam? Waar ligt hun grootste angst? Bedenk daarbij dat ook jij jongeren kent. Dichtbij of misschien wat verder weg, die zich misschien op dit moment ook in zo'n donkere periode bevinden.
Durf dan hardop te bedenken wat jouw rol zou kunnen zijn. Kijk niet weg, maar laat zien dat jij er voor hem of haar kunt zijn. Maak daar ook de tijd voor. Ontwijk het onderwerp niet, maak het bespreekbaar. Vraag open hoe jij voor hem of haar iets kunt betekenen. Misschien zoekt hij een hobby, een buddy, iemand met een luisterend oor. Misschien kun je hem of haar naar de juiste organisatie met de juiste expertise begeleiden. Deze tentoonstelling vormt de aftrap om de gevaren en gevolgen van mentale kwetsbaarheid onder jongeren en jeugdigen in onze maatschappij bespreekbaar te maken. Er volgen nog andere activiteiten om het thema mentale kwetsbaarheid onder de aandacht te brengen. Ik hoop oprecht dat onze middelburgers en allen buiten onze mooie gemeente stil zullen staan bij de problematiek. En dat wij gezamenlijk belangrijke lessen mogen trekken uit deze persoonlijke verhalen om zo betere zorg te kunnen bieden aan al onze Zeeuwse jongeren en jongvolwassenen. Beste studenten, het hoger onderwijs draait in deze coronaperiode door. Ook onze HZ-studenten werken hard aan hun competenties, aan hun ontwikkeling. En hier hebben we met elkaar grote slagen gemaakt. En het lukt om achterstand te voorkomen of te minimaliseren. De techniek was er. De didactiek met betrekking tot het online onderwijs heeft een grote vlucht genomen. En met elkaar zijn we erachter gekomen dat veel meer online kan. Online modules, online blokken, online chats, online breakout rooms, online Q&A en online toetsen. Een prestatie waar we samen trots op mogen zijn. Maar in het onderwijs gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden, zeg maar de kwalificatie. Maar het gaat ook om de vorming van normen en waarden, van tradities en praktijken, de socialisatie. En misschien wel de belangrijkste, de persoonsvorming. En met name bij het laatste heb je elkaar fysiek nodig en dat kan bijna niet in deze lange COVID-periode. Het studentenleven is veel meer dan alleen kwalificatie. Veel van onze studenten hadden een bruisend studentenleven, maar zitten nu al maandenlang in hun eentje achter hun laptop. Niet voor iedereen een makkelijke opgave, zeker nu dit al meer dan een jaar duurt. Sommige studenten voelen zich in deze periode daardoor eenzaam en somber. Hebben moeite om de batterij weer op te laden voor de zoveelste online activiteit. Ze kampen bovendien met sociaal-emotionele problemen, omdat ze minder fysiek contact hebben met medestudenten en met docenten. De afgelopen maanden kregen onze studentpsychologen 3 keer zoveel vragen om hulp van studenten als in andere jaren. Deze items komen ook naar voren in het grootschalig landelijk onderzoek onder studenten in opdracht van het interstedelijke studentenoverleg. Als HZ University of Applied Sciences doen we daarom ook heel veel om in contact te blijven met onze studenten die het moeilijk hebben in deze periode. Gesprekken met onze studieloopbaancoaches, onze decanen, de studentpsychologen, leuke online groepsactiviteiten, online borrels, online pubquizzes, online sporters, maar er kan meer. Samen met de GGD Zeeland, Zeeland zonder zelfmoord, Stichting Open Mind en Gemeente Middelburg hebben de handen ineengeslagen en gezamenlijk initiatief Open opgezet. Een prachtig resultaat van een mooie samenwerking. Met initiatief Open willen we een open programma aanbieden en waar het gesprek centraal staat. Ervaringen gedeeld worden en we hiermee voor zoveel mogelijk jongeren en jongvolwassenen er kunnen zijn. We willen ze laten voelen dat ze er niet alleen voor staan en dat als er hulp nodig is, ze weten waar ze terecht kunnen. Ik wil dan ook iedereen oproepen mee te doen. In het speciale online magazine vind je een overzicht van de activiteiten die gaan plaatsvinden. En tegen alle studenten, jongeren en jongvolwassenen wil ik dan ook zeggen, kom en doe mee. Maak je ommetje, laat je inspireren tijdens het Purpose College, bezoek onze fototentoonstelling of kom chatten met een van onze buddy-studenten. Je bent niet alleen, ga het gesprek aan. Een open mens zijn, open over wat je voelt of denkt en openstaan voor anderen. Door open en eerlijk te zijn, merk je dat de wereld om je heen meer open staat voor jou. En dat je meer mogelijkheden, kansen krijgt
en meer liefde ontvangt. Samen is niet alleen.